Gedeputeerde Annemarie Moons van Onderwijs gaf vandaag een gastles aan groep 8 van basisschool Jan Lichter Driekant in Tilburg. Ze kwam met een praktisch cadeau, een pc voor elke leerling. De namen van Tintables. Je kan filmpjes luisteren, je kan topografie doen, je kan rekenen, je kan dingen opzoeken. Ik zie hier voor me de wereld. En dan kun je bijvoorbeeld een spel doen. En dan moet je kijken bij wat hoort. Dus bijvoorbeeld Turkije. En dan moet ik proberen waar het staat. Nou, dan weet ik waar het staat. Dat staat in, het staat daar dus. De provincie gaf de bom geld als cadeau. Die kocht de tintables voor en gaf deze meteen door aan de Tilburgse school. Deze school staat bekend als een vooruitstrevende school, als een innovatieve school. Wil heel graag vernieuwingen doorvoeren om het kind beter in staat te stellen om te leren. Stelt het kind centraal. Dus wij voelden ogenblikkelijk verwantschap met deze school. En besloten juist om daarom voor deze school te kiezen. Bij een probleem kan de leerkracht inloggen op beeldscherm van de leerling. Kan het probleem bekijken en mee tot een oplossing komen. Dus het kan controlerend zijn, het kan helpend zijn. Dus daar is al heel veel in mogelijk, ja. Provinciebestuurder Annemarie Moons ziet in de tintables een belangrijke ontwikkeling. Ik denk dat dit een hele belangrijke plaats in kan nemen in het systeem, in het onderwijs. Als je kijkt naar wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld individueel lessen te maken, dan denk ik echt dat hier een toekomst ligt. Zoek 3 plaatsen in Brabant met de letter H. Hoe zou je dan maar moeten gaan zoeken? Dat is moeilijk, hè? Ah ja, dat is goed. Ja, weet je ze al? Haren, ja. Haarenbeek en Heusen. Hartstikke goed. Was moeilijk, lesgeven? Nee. Ik heb vroeger wel een aantal lessen gegeven op school. En het is gewoon hartstikke leuk om met kinderen iets te doen. Dus nee, ik vond het niet moeilijk. Ja, nee, kijk, ik ga het doen.